Hartstikke leuk. Hebben ze een selfie kunnen maken met het koninklijk gezin. Ja, en ze hebben ook de rekening betaald, begreep ik na afloop. Zo, daar kijk ik van op. Ze hebben de rekening. Er kwam dus niet een man van de geheime dienst of van de bewaking. Je weet dat Kennedy nooit geld bij zich had. Echt 0,0 geld. 0,0. Hele rijke mensen hebben helemaal... Dit is dus gewoon een symbolische daad. Dus ze hebben van tevoren gezegd... Jongen, denk er nou om dat we zo'n 20 euro biljetje in de portemonnee doen. Dat hebben we meestal helemaal niet natuurlijk. Natuurlijk niet. Dat voel je toch wel aan. Je weet toch dat verhaal van de oude Bush die op verkiezingstournee had. Heeft hem heel veel kwaad gedaan. Werd hij rondgeleid in een supermarkt. Daar zat zo'n mevrouw, weet je wel, dat je het artikel... De rol beschuit, dat hebben ze ook in Amerika niet, maar de pot pindakaas had over zo'n glazen platen, doet die bliep. Hè? En dan is er, nou, die oude Bush die viel om van verbazing. Dat kon. Het verlos hem, kunt u mij horen? En de slimste mensenopnames zijn klaar? Nee, we hebben nu net... Even kijken, 15, 16. We hebben net 18 gedaan. Aflevering 18? Ja, en dus dat betekent dat we 30. Er nog, even kijken, 12 moeten doen, hè? Ja. Ja. En we hebben een ik weet niet of dat bekendgemaakt is. We hebben ook een... Een dubbel iets. Ja. Dat heb je de vorige keer gezegd. Oh, ik heb het al verklapt. Ik weet nooit of ik het verklappen mag. Jij hebt het gezegd. Ja of nee. Een All-Stars versie is er gedraaid. Dus met de oude deelnemers? Ja, dus we hebben, dan weet ik hoeveel, we hebben er niet 30 gemaakt, maar 40. Oh, oké. Okay. Dat jullie nog mensen vinden die meedoen. Op een gegeven moment zijn de BN'ers op, toch? Ja, dan moet ik zeggen, ik krijg altijd zo'n lijst toegestuurd van de deelnemers. En dat zijn allemaal BN'ers. En ik schat dat ik 80% van die lijst zegt me helemaal niets. Ga je dat dan opzoeken, wie dat zijn? Nee. Dat zie je wel dan. Ja, dat zie ik vanzelf wel. Ja. Ja, sommigen zijn heel verrassend leuk. Je hebt hele leuke kandidaten. Ja, je hebt ook kandidaten die je denkt, hoe sneller ze eruit zijn, hoe beter het is. Je weet wel zo'n beetje wat de kijkers ook leuk zullen vinden. Ja, dus dat is heel wisselend. Ja, ik hoorde Wilfred Gené vorige week op de radio. Die was ook al vaak gevraagd, maar die zegt, ik doe dan niet aan mee. Ik ga me niet voor lul laten zetten daar. Nee, dat is natuurlijk wat veel echt bekende Nederlanders hebben. Dat ze doodsbenauwd zijn om deel te nemen, omdat ze doodsbenauwd zijn dat ze af zullen gaan. Ik zou zelf ook nooit deelnemen. Nee. Ja, ik heb één keer deelgenomen aan per seconde wijze. Dat was geen gelukkige ervaring, mag ik wel zeggen. Ja, maar dat lag in de redactie, hè? Dat vond ik wel, ja. Ja, ja, ja. Oké, dan moeten we even nadenken over iets voor volgende week. Ah, we moeten nadenken over iets voor volgende week. Oké. Nou, dat moeten we nog even in portefeuille houden, zou ik zeggen. Kunnen nog wel een leuk boekje of zo vinden of ja, zo. Ja, maar goed, de lezers zelf kunnen ook die Schmiel gaan lezen. Ik weet niet of het vertaald is. How the World Really Works. Je hebt het mij gestuurd, ik zal dat er even bij zetten, dat het gelezen kan worden. En wat moest ik nou nog... Oh ja, met het CBS, die heb ik nog gesproken. Viel dat nog te regelen? Nou, we hebben verschillende scenario's doorgesproken. In ieder geval heb ik gezegd, Maarten, het kan er niet zijn, de 16e. En toen zei ik, wat we kunnen doen is iets opnemen. Ik zeg, maar dan moeten jullie wel op tijd dat aangeven of jullie dat willen. Want dat moeten we wel dan nog realiseren. En het is, wat is het nu? 3, 4 juni. Dus dat is de 16e. Dus dat is een kort dag. Of ik zeg, je moet het gewoon kijken dat je het verplaatst naar een ander moment. Dat je zegt, we hebben in het najaar weer iets en dat we dan een moment zoeken. Ook prima, ja. Maar ze gingen overleggen. En we horen het wel. Ze gingen overleggen. Ja, dat is natuurlijk... Een ambtelijke dienst die gaat overleggen. Dan ja, dat weet je is, al. Die jongen die kon het kan niet alleen, even duren. Hij had het niet alleen voor het zeggen. En wat was nog in de andere... inbellen was geen optie. Wat hebben we nou nog besproken? Oh ja, ik zei de derde optie ook dat je het gewoon helemaal schrapt. Dat kan natuurlijk ook dat je zegt, nou jammer, maar helaas. Kan natuurlijk ook. Ja, het is wel mijn fout. Dus dat ik heb het verkeerd geagendeerd. Ja, maar goed. Waarvoor mijn hartelijke excuses... Ja. Dat moest ik nu ook weer zeggen, ik heb er geen actieve herinnering. Ik had er even geen actieve herinnering aan. Dat moet je zeggen nu inderdaad, ja. Maar ging het ook alweer over de globalisering, dat was het onderwerp daar. Ja, een interessant onderwerp op zichzelf. Omdat de globalisering op de tocht is komen te staan. En de minister erbij, hè, ook. Die was voor jou. Oh,
Dus eerst de minister en dan kwam jij met je verhaal. Aha, oké. Okay. Welke minister was het eigenlijk? Ja, dat is die, ik vergeet haar naam steeds. Die van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Oh, die ik laatst gesproken heb, of niet? Bij, blonde dame. Bij Op 1. Nee, dat is de staatssecretaris. Dat is Viviane Heijnen. Oh. Die is het niet. Oké, die is het niet. Dat is een andere. Die was, als ik het me goed herinner, wethouder in Heerlen geweest. Ja, Maastricht volgens mij, ja. Ja. Ja, ik had een goede indruk gemaakt dat wij over Heerlen eigenlijk niet al te kritisch waren. Ja. Altijd hetzelfde liedje natuurlijk. Als je er veel van voorstelt, dan vallen die steden tegen. Stel je er niets van voor, dan valt het altijd wel mee. Dan denk je, nou ja, het ziet er heel redelijk uit eigenlijk. Ja, ja. En de NPO zal nog wel het nadenken zijn, toch? Over hier zijn de Van Rossums. Ja, dat is in het overleg. Is dat, ik ben heel benieuwd wat dat op gaat leveren. Is dat Frans Klein zelf die deze over moet vinden? Ik heb geen flauw idee. Ja, jij doet net de Frans Klein en... Is die de chef van de hele NPO? Volgens mij is dat de grote NPO. Dat lees ik in alle artikeltjes. Komt Frans Klein terug. Oh, jee, nee. God, heb ik ook alweer geen actieve herinnering aan. Jij kent hem toch, of niet? Ik ken hem niet, nee. Nee? Nee, dat die echte Hilversumse boze bovenbazen, die ken je niet. Dat was ook zo'n netcoördinator van Nederland 2. En omdat ik voor Nederland 2, dat wij twee vrij succesvolle programma's, zeer succesvolle programma's maakten, de slimste mens. En hier zijn de Van Rossums. Kregen we regelmatig een taart toegestuurd, maar laten we zeggen, de man die daar de opdracht voor had gegeven, ik wist wel hoe die heette en zo, maar die heb ik nooit ontmoet. Oké. Okay. Ja, als tv-maker ontmoet je die mensen niet. Nee. Omdat het overleg natuurlijk meestal door de producent wordt gevoerd. Ja. En niet door de makers. Ja. Ja, makers, dat is sowieso een raar begrip in de televisie. De slimste mens wordt in totaal door een man of 50 gemaakt. Ik bedoel, dat is veel. Nee, maar je moet rekenen met de regie. In de regie, daar zitten al 4, 5 mensen. Dan is er een geluidsafdeling. Er zijn 5 camera's. Visagie? Visagie, het is een omvangrijk bedrijf. En dan nog de redactie natuurlijk. En dan heb je een hele omvangrijke redactie die ook natuurlijk keihard werkt terwijl het programma draait. Want die moet allerlei dingen razendsnel beslissen. Dus ja, ik geloof, we hebben al zo'n groepsfoto gemaakt. En er waren geloof ik in totaal 50 mensen of zo bij betrokken. Ja, dat is veel. Maar goed, voor zo'n succesvol programma. Dus ja, de makers, kijk, dat wordt allemaal heel makkelijk toegerekend aan degene die in beeld komen. Maar voordat er een beeld van een meneer Jansen of Pietersen is, of mevrouw Jansen of Pietersen, is deze hele wereld, die moet draaien, die moet het goed doen. Ja, ja. Nee, dat geloof ik graag. Ja, nou, Frans Klein, dus ik denk dat die gaat bepalen of de Van Rossums doorgaan. Ja, nou, de Van Rossums gaan niet door. Dat wil zeggen, de vorm van het programma zal hoe dan ook grondig gewijzigd worden. Ja, ja. Omdat het natuurlijk, ja, dan gewoon maar doorgaan zonder dat, terwijl mijn zuster is uitgevallen, dat heeft geen zin naar ons idee. Nee, nee. Had je dat verhaal nog meegekregen tijdens de begrafenis van Willibrord Verquer, van die pastoor die was uitgegleden over zijn jurk? Nee, hoezo? Heeft hij zijn been gebroken? Nee, Verquer was katholiek, dus die had een hele plechtige uitvaart met alle toeters en bellen die daarbij horen, dus ook zo'n pastoor in zo'n jurk. En die was midden in die dienst, was hij over de jurk gevallen. Dus was hij languit onderuit gegaan en echt een enorme smak gemaakt. Ja, kennelijk heeft hij dus weinig ervaring met die jurk. Want anders val je er toch niet. Hij was over. Wat te lang, zei hij. Dus hij heeft hem ook laten innemen, dat hij wat korter is. Ik vond dat, je hebt een toga als hoogleraar. En dat is afschuwelijk. Had jij die ook aan? Ja, die heb ik ook wel eens aangehad. Ik heb dat altijd tot een minimum weten te beperken. Maar het lopen met de toga, dat vereist een speciale techniek. Je moet die toga steeds zo'n eindje vooruit schoppen en dan kom jij erachteraan en vult de ruimte weer enzovoort enzovoort. Maar als je niet oplet en je bent bezig met frequenten begraven, dan flikker je er overheen. Ja, dat geloof ik graag. Hij moest de zegening van de kist doen en toen gebeurde het volgens mij. Nou, daar heb je het al. Ja. Te weinig geoefend of een nieuwe toga. Of, hij had natuurlijk die kwast in die hand. Ik had er niks mee, maar die moet je ook nog een baret op. Ik weet wel dat ik die inaugurale reden hield. Dus dan ben je in die toga met de baret op. En ik zag mijn broer en zus en de rest van de familie, die zaten dan zichtbaar vooraan. En nou, het was duidelijk dat die zaten te...
Dat hij van het lachen nauwelijks bij kon te komen. En ik had daar wel begrip voor, ja. Zo'n baret is zo'n typisch hoedje, toch? Zo met zo'n touwtje eraan, of niet? Nee, het is een vrij groot ding. En dan moest je zo... Het is niet die hoed die ze altijd in die Amerikaanse films in de lucht gooien. Ja, zoiets is het. Maar, het lijkt toch, maar daar lijkt het ook weer niet op. Dat is zo'n mortarboard. Ik heb het wel eens gezien. Ja. Het is vrij komisch. Dat is het ook weer niet. Maar ja, het is een hele wonderlijke poppenkast. Maar ja, mensen hangen eraan omdat het eigenlijk ook een soort wonderlijk ritueel is. Maar wat mij betreft kan het direct worden afgeschaft. Maar als jij college gaf, had je dat niet aan, toch? Nee, natuurlijk niet. Voor die studenten. Nee, dan was ik er direct mee gestopt. Nee. Je hebt dat alleen bij hoogtijdagen. Hè? Dus de dies natalis van de universiteit. En niet dat ik er ooit heen geweest ben. Maar ook dus bij plechtigheden, dus promoties en je inaugurale reden natuurlijk. Ja. En die pastoor die moest daarna ook nog naar het kerkhof om daar de plechtigheid voor terwijl te zetten. Terwijl hij zwaar gewond was. Was hij zwaar gewond, maar hij was zo in de war dat hij schijnbaar op de navigatie de verkeerde had die Breda aangegeven. Of nee, hij was naar Bilthoven gereden en hij moest naar, weet ik veel, Naarden of zoiets. Of daar in de Blarikum of daar. Ja. Dat is wel een hoogtepunt geweest voor die arme man. Ja. Hij was natuurlijk helemaal niet meer gewend aan echte katholieke begrafenissen. Ja. Nou, dus dat is schijnbaar allemaal ook goed uit de tijd geraakt. Schijnbaar allemaal goed afgelopen. Dus, ja, ik ben sowieso tegen begraven. Dus, ja, maar hij is nog met... Je weet dat je in Nederland... of je moet dik betalen. Dan word je binnen 10 of 15 jaar word je opgegraven en opgeruimd. Ja, je moet echt betalen om daar te liggen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, we leven in een klein land met veel mensen, dus het is wel handig dat je opgeruimd wordt. Ja, en je moet ook dat onderhouden, dat graf en zo. Zeker, ja. Nog eventjes, ik vind wel van die mensen die natuurlijk nu benzine moeten betalen, dat is nu 2,26, ik hier bij de Firezone op de hoek. Maar er is toch een korting ingevoerd van 17 cent per liter. Ja, maar dat is weer verdampt. Dat is weer allemaal weg. Is wel allemaal weg. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar ik let er totaal niet op. Nee. Maar in Duitsland... Ik rijd in een hybride auto. Ja. En die rijdt 1 op 19. Ik rijd als een oud wijf. Oh nee, dat is ook discriminerend. Ik rijd als een oude man. En dat bevalt mij uitstekend. Waar laat je hem op dan? Heb je een paal hier in de buurt? Nee, je hoeft hem niet op te laden. Dat is de hele mop van een hybride auto. Namelijk dat de auto laadt zichzelf op. Oh, als je rijdt... Hij gebruikt de remenergie en alle andere overenergie die je normaal niet gebruikt. Die gebruikt hij. Om zijn accu'tje op te laden en daar kun je dan op rijden. Maar als je in de stad rijdt die vaak elektrisch. Ja. Duitsland had het wel flink verlaagd, hè? Benzineprijs 1,88 of zo. Ja, maar daar was ook een run op ontstaan, begreep ik. Ja. Je zou zelfs vanuit Utrecht naar Duitsland kunnen rijden, dan zou het nog voordelig zijn, had iemand uitgerekend. Als je dat doet, dan moet je naar een psychiater. Ja. Nog eventjes over Schiphol. Hè? Hoe vind je dat Benschop zich opstelt? Want die moest naar de Tweede Kamer toe om die problemen uit te leggen. Ja, je hebt dat Benschop. Kijk, de fouten van Schiphol die zijn natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Dat is een proces van jaren geweest, die ontsporing van Schiphol. Vanwege natuurlijk dat allemaal hartstikke spotgoedkoop moest worden. Dat is wat hij ook zei. Hij verwees in zijn verklaring. Ja, natuurlijk. Dat zou ik ook doen als alles fout was gelopen. Dat je verwijst naar de vorige directeur die het niet goed gedaan heeft. Nee, aan de politiek die plannen heeft gemaakt toen. Ook dat, ja. Ook we hebben enorm op dat Schiphol gekoerst. En nu zitten we met de gebakken peren. Daar komt het in grote trekken op neer. Dit is een probleem wat zich niet 1, 2, 3 op laat lossen. Dus je zult op alle niveaus veel beter moeten gaan betalen. Dan is het nog de vraag of je voldoende veiligheidspersoneel kunt krijgen. Ze hadden wel een of andere CAO nu afgesloten vlak voordat hij naar de Kamer moest, begreep ik. Nee, ik denk dat Schiphol vraagt een structurele aanpak nadat een door mij reeds voorgesteld groot onderzoek is gedaan naar wat precies de betekenis van die luchthaven is. Het blijft natuurlijk gek dat in een excentrisch gelegen piepklein West-Europees land, niet waar, de drukste luchthaven van Europa ligt. Dat is raar. Net zo goed als het raar is dat wij de tweede voedselexporteur ter wereld zijn. Dat vinden wij, daar zijn we apen trots op. En Schiphol, dat is die landbouw. Hè. Zegt die mevrouw van de BBB, zegt ook altijd, wij zorgen ervoor dat jullie te eten hebben. Nou, wij zorgen ervoor dat het niet aan onaanzienlijk deel van de wereldbevolking te eten heeft, zou je kunnen zeggen. Want die 70%
die grootste exporteur. Wij exporteren 70% van onze voedselproductie. Hè. Dus die is kennelijk niet nodig om de Nederlanders te voeden. Die volgens mij ook allemaal bezig zijn obese te worden. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt van hoe, wat zijn wij toch doorpakkers. Hè. Dus ambitie wel. Geweldig, die Nederlanders. Maar tegelijkertijd zitten we ook wel met het feit dat dat op lange termijn onhoudbare posities zijn. Dat is die voedselexport natuurlijk, dat is lichtelijk geschift. En nou, je ziet dan aan de hele kwestie van de uitstoot van ammonia, dat een gigantisch probleem gaat worden. Maar goed, daar heeft de overheid zelf op gestuurd natuurlijk, dat wel. Dat kan ik van die boeren ook wel begrijpen. Zeggen, ja, eerst wordt dat allemaal geantameerd en de Rabobank leent ons onbeperkte bedragen om al die monstermachines aan te schaffen. En nu moet het allemaal eens een stuk minder. We hebben natuurlijk op allerlei opzichten hebben we zaken in Nederland uit de hand laten lopen. Schiphol is uit de hand gelopen. Ja, is het natuurlijk iets mis als je die wantoestanden daar ziet. Ja, ik zit nu al in de piepzak voor wanneer ik over een paar weken moet gaan vliegen. En je ook in die rij staat daar. Heb je die beelden? Nou ja, ik ga weer eerste klas vliegen. Dus ik hoop dat ik in een aparte rij kan. Ja, die mensen die in die sneeuw stonden, van die hagel. Die stonden buiten. Heb ik niet gezien. Die stonden buiten en dan begon het enorm te hagelen of te regenen of zo. Dus, God. Nou moet ik zeggen, ik had natuurlijk in Amerika al een forse ervaring opgedaan met langdurig in de rij staan op vliegvelden. Waarbij ook geen enkele zorg was voor mensen met kinderen en ouderen vandaag. Ze lieten ze gewoon staan. Als ze ter plekke dood waren gevallen, hadden ze ook geen reet geïnteresseerd. Het waren toch geen Amerikanen. Dus ja, we zijn nu ook zover hier. En dan laten ze er een belangrijke les uit trekken. En laten ze de zaken op korte termijn in orde zien te brengen. Was Benschop nou de rechterhand van Wim Kok? Ja. Benschop stond bekend als de tassendrager van Wim Kok, als ik het me goed herinner. Oké. Want het schijnt dus dat hij die trucjes die hij nu van de week in de Tweede Kamer heeft toegepast, heeft hij schijnbaar van Kok geleerd. Dus eventjes terugkijken in de geschiedenis, eens even kijken wat hebben de bestuurders in het verleden gedaan en dan ga ik dat gebruiken in mijn verweer. Ja, dat ligt nogal voor de hand natuurlijk. Ja. Nou ja, er werd verwacht van hij wordt flink aangepakt daar, maar dat viel wel mee, had ik het idee. Nou ja, hij kan er ook niet zo verschrikkelijk veel aan doen op korte termijn. Omdat de zaak volledig vastgelopen is. Ja, maar hij is wel verantwoordelijk natuurlijk. En hij zat hij zelf op een bootje. Hij is wel verantwoordelijk, ja, dat is waar. Maar ik blijf bij mijn theorie. Ligt nou eerst eens goed en betrouwbaar door wat precies de betekenis van Schiphol is. Als die van unieke nationale betekenis is. Als we naar de bliksem gaan, als we Schiphol hard aanpakken. Nou, dan moeten we ook er te voor over hebben dat we daar honderden mensen extra aannemen. Die we veel beter betalen dan die schandelijke minimumlonen die daar betaald werden. Oké. Dus een onderzoek, maar weer een heel duur betaald onderzoek. Wat jaren misschien gaat duren voordat we weer verder kunnen. Nou, dan moeten we dus eens even kijken wie dat onderzoek zou kunnen doen. En dan zijn er tal van organisaties die in het verleden inderdaad hebben aangetoond dat het allemaal verrekt lang duurt en niet veel oplevert. Dus die kunnen we in ieder geval elimineren. Moet een externe groep van personen te vinden zijn die daar goed kan uitzoeken. En snel. En wat mij betreft ook snel. Ja, ja, ja. En jij noemde de boeren, daar kunnen we natuurlijk weer wat van verwachten de komende tijd. Misschien dat de A27 ja, die gaan natuurlijk allemaal weer demonstreren. Omdat het zit er wel in toch dat we, als we willen bouwen wat we dan beweren dat we gaan bouwen, dan is dat praktisch onmogelijk gezien het stikstofprobleem. Waar we mee worstelen. Dus dat betekent dat uitkoop praktisch onvermijdelijk is. En dan gaan ze demonstreren. En ja, ik wil niet pessimistisch klinken, maar dat gaan ze dik verliezen natuurlijk. Dat gaan allerlei problemen geven. Ze kunnen eindeloos met die tractoren gaan rijden en de boel blokkeren en ik weet het al niet wat. Maar tenslotte gaan ze dat verliezen. Er zit wel een tragisch aspect aan. Ja. Hè? Wat een geweldige landbouw hebben we toch in Nederland. De modernste, meest productieve landbouw ter wereld zo'n beetje. En ja, doorgeschoten. Hè? Je hebt ook van die planten die plotseling doorschieten. Ja, daar moet er toch iets aan gedaan worden. Er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die gewoon investeren in duurzaamheid, in nieuwe technieken. En die willen heel graag dat door. Dat is heel prijzenswaardig. Maar ja, dat komt natuurlijk een of ander systeem waarbij
toch op bepaalde locaties die stikstofproductie zo groot is dat er iets aan gedaan moet worden. Ja. Ook hier, beleid is verwaarloosd. Eerst hadden we zo'n heel lolle beleid, hè? Wat dan tenslotte door natuurlijk de Raad van State is afgewezen. Dat als je dan, je kon net zoveel stikstof produceren als je wilde, als je maar een paar boompjes plantte. Daar hadden we ons zelf blij mee gemaakt, maar het bleek toch volstrekt onvoldoende te zijn. Joris Blok die wil weten of jij ook een traantje hebt weggepinkt bij het afscheid van Jan de Hoop. Nee, daar heb ik nooit naar gekeken. Je weet wel wie het is. Ja, ik weet wie het is. Het leek me een hele aardige man, maar ik heb geen traantje weggepinkt. Aangezien ik nooit naar die zender kijk, dus waarom zou ik dat doen? Nee, ze hadden het heel als ik nou aan hem gewend was geraakt over de afgelopen 300 jaar, dan had ik wel een traantje weggepinkt, ja. Ja, maar hij heeft van de week heeft hij afgescheid genomen als de anchor van het ontbijtnieuws bij RTL. Nou, het hele woord ontbijtnieuws is al zo om, ja, dat past helemaal niet bij mij. Ik ontbijt om 11:30 of 11:45 of zo. Dus ja, dan is het ontbijtnieuws van, welke zender was dat? RTL 4 is dit. Dan was het ontbijtnieuws van RTL 4 al ruimschoots achter de rug. Ja. Hij was even in het nieuws omdat hij moest huilen, omdat hij afscheid nam. En, nou ja, daar heb ik best begrip voor. Zou ontroerd zijn. Als je afscheid moet nemen op tv? Ja, ik geloof het wel. Ik weet het niet eigenlijk, maar het hangt een beetje vanaf wat voor muziek ze erbij dragen. Oh, ja. Even kijken wat we dan nog meer hebben. Nog een paar. Ja, natuurlijk de situatie Oekraïne. De vraag wordt ook gesteld door verschillende luisteraars. Ruikt Poetin nou ja, dat hij beet heeft dat Europa die eenheid toch een beetje aan het verliezen is? Nou, met het verlies van eenheid valt het nogal mee, is mijn indruk. Okay. Ik wijs erop dat die 100 miljard die Scholz had beloofd, dat door de Bundestag is aangenomen met 2/3 meerderheid notabene. Dus dat loopt wel. Ja, we zitten met Viktor Orbán. Mag ik erop wijzen dat ik geloof dat de Hongaarse economie iets minder dan 2% van de totale Europese economie uitmaakt. En de bevolking is 1,5% of iets dergelijks. Dus ja, daar begin je wel af te vragen wat die unanimiteitsregel natuurlijk in de EU, wat die voor consequenties heeft als dit soort van, ook, ja, hoe zou ik het zeggen, dit soort van kabouterlandjes, gerund door een heel slechte kabouter. Hè? Hoe heette die bij de Smurf ook weer? Had je daar ook niet een slechte kabouter? Ja, je had Gargamel, had je. Die wilde de Smurf altijd, ja. Nee, dat is Gargamel. Daar kon je Orbán niet eens mee vergelijken. Orbán is een boze kabouter en het is maar de vraag, ja, hoe lang gaat de kruik te water tot die breekt? Op een goede dag moet die Orbán natuurlijk een keer een ongelofelijke schop onder zijn reet hebben. En wie moet dat doen? Europa. Orbán moet aangepakt worden. Kijk, die Polen hebben nog wel iets nuttigs gedaan in deze crisis, maar hij heeft helemaal niks nuttigs gedaan, behalve dat hij een fijn deeltje met Poetin heeft uitonderhandeld. En omdat hij zijn olie krijgt via een pijpleiding uit Rusland, heeft hij nu een uitzonderingspositie bedongen. Maar dat, nogmaals, daar zijn naar mijn idee grenzen. Daar moeten grenzen aangesteld worden. Sowieso moeten we af van die unanimiteitsregel. Gas althans op dit terrein. Ja. En dat gas wat dichtgedraaid wordt richting Nederland, hoe kijk je daarnaar? Ja, maar kijk, ik ben er niet zo verschrikkelijk voor zorgen over. Ja, vroeg of laat zullen we in Groningen weer gas gaan pompen. Wat zei Rutte ook alweer? Alleen als het echt moet. Ja, als het echt moet. Nou ja, dat betekent dat je de deur al open hebt gezet, toch? Als het echt moet. Ja. Als het echt moet, dan gaat dat dus gebeuren. Of dat ook zo is. Waarom in godsnaam die stikstoffabriek niet opschiet? Weet je niet dat we al 2 jaar geleden het daarover gehad hebben? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dat blijven raadselachtige dingen dat er in Nederland op dit moment niets opschiet. Niets schiet op. He? Alles gaat even traag, stroperig, incompetent. Niemand weet wie de schuld is. Nou ja, ga ze maar door. Maar is voor jouw idee, was het in het verleden anders dan? Dat moet je ook onderzoeken. Want ik geef toe, dat is altijd een vraag die je stellen moet. Was het dan 25 jaar geleden beter? Ik heb de indruk van wel. Maar misschien is dat ook nostalgie. En ik kan je geen betrouwbaar cijfermateriaal aanbieden waaruit blijkt dat toen alles beter georganiseerd was dan nu.
Maar feit is wel dat we ondertussen nog weer veel rijker zijn geworden dan we ooit waren. En dat tegelijkertijd, niet waar, dat je, heet dat boek niet, er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u. Ja, dat is wel een hele passende titel. En voor wat ons in Nederland overkomen is in de afgelopen 20 jaar. Dan nog even een blokje. Al die telefoondiensten van u bent de 17e in de wachtrij, dat had je vroeger toch helemaal niet? Heb je het er zo over gehad? Ja. Je kon hier de krediet- en effectenbank bellen en dan kreeg je mevrouw Jansen, schat van een vrouw, met alle begrip voor mijn tekortkomingen. En die nam meteen op. En die nam meteen op, ja. En zei dan bovendien, oh meneer Verossen, wat gezellig dat u belt. En zeker weer te laat betaald, ja. Nog even een blokje met wat koningsnieuws. Maxima is uit een vliegtuig gesprongen. Zo. En ze waren samen, Willem-Alexander en Maxima, naar Valkenburg op een terrasje om daar even te praten met de mensen van de watersnoodramp. Ja, nou fijn. Voor Valkenburg, hè. Ja. Hartstikke leuk. Hebben ze een selfie kunnen maken met het koninklijk gezin. Ja, en ze hebben ook de rekening betaald, begreep ik, na afloop. Zo, daar kijk ik van op. Ze hebben de rekening. Er kwam dus niet een man van de geheime dienst of van de bewaking. Je weet dat Kennedy nooit geld bij zich had. Echt 0,0 geld. 0,0. Hele rijke mensen hebben helemaal... Dit is dus gewoon een symbolische daad. Dus ze hebben van tevoren gezegd, jongen, denk er nou om dat we een 20 euro biljetje in de portemonnee doen. Dat hebben we meestal helemaal niet natuurlijk. Natuurlijk niet, dat voel je toch wel aan. Je weet toch dat verhaal van de oude Bush die op verkiezingstournee had. Het heeft hem heel veel kwaad gedaan. En werd hij rondgeleid in een supermarkt. En daar zat zo'n mevrouw, weet je wel, dat je het artikel erop beschuit. Dat hebben ze ook in Amerika niet. Maar de pot pindakaas had over zo'n glazen platen. Doe die bliep. He? En dan is er, nou, die oude Bush die viel om van verbazing. Dat kon, daar had hij nog nooit van gehoord. Dat was al 20 jaar, was dat al zo. Waarmee hij natuurlijk aangaf dat hij geen flauw idee had van supermarkten, winkels, betalen, echt 0,0. Die mensen leven in een goud omrande wereld. En dat geldt voor Kennedy ook en dat geldt voor koning Alexander en Willem-Alexander, sorry, en Maxima ook. Natuurlijk is dat zo. Merkel ging wel zelf naar de supermarkt. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ook daar zat wel een licht symbolisch karakter in. Volgens mij vond ze het wel lollig om naar de Aldi te gaan. Dat was helemaal niet nodig. Ze natuurlijk, ze heeft heb je dat Bundeskanzleramt wel eens gezien in Berlijn? Ja, dat is echt een gigantisch ding. Daar is ze ook niet gaan wonen trouwens. Nee, dat ik een van de dingen die je als democratisch leider moet doen, is dat je heel eenvoudig doet. Het is ook geen dure auto's. Denk aan de enorme schade die de koning van Nederland zich heeft toegebracht met die malotige motorboot van hem. Ja, waar eindeloos over gezeurd is in de media. Van mij mag die hoor, maar... De Rutte op de fiets is eigenlijk het perfecte voorbeeld. Ja, niet voor niks gaat hij. Ik heb altijd afgehaald. Rijden er onzichtbare bewakers achter hem. Ja, schijnbaar is dat wel zo. Frits Wester heeft me dan een keer gezegd, die wilde daar niets over zeggen, omdat hij zegt, ik vind dat niet netjes om te zeggen, maar er is wel beveiliging bij buiten. Ja, dat dacht ik al. Dus dat voel je al, dat een puur symbolische daad is. Maar wel een dure fiets heeft hij, hè? Zo, dat moet de PVV nog eens vragen over stellen, hè? Wie heeft die fiets betaald, hè? Heeft hij dat zelf betaald? Is dat op onze kosten een fiets? Dat kan maar niet zo. Had hij het goedkoopste modelletje moeten nemen wat er is. Hè? Want dat is ook zo'n populistische strategie. Nou, we hebben het al over het inkomen van de minister-president gehad. Dat die verpleegster van hoe heet het, Boer zoekt vrouw, die verdient aanzienlijk meer dan de minister-president. Ja, dan voel je toch wel aan je water dat raar is. Yvonne Jaspers inderdaad, ja. Ja. En dan ook nog zeggen ze erbij voor maar een paar uitzendingen per jaar. Even kijken wat ze schrijven over de koning. Ja, hij zat dus met Daan Prevot, dat is de burgemeester. Prevot had een tosti, de koning een vegan salade. De koningin een vegan salade en de koning spek met ei. Het paar betaalde de rekening. Ze voerden indrukwekkende en bijzondere gesprekken, verklaarde burgemeester Prevot. Zo, indrukwekkende en bijzondere gesprekken. Dat is, ik zwijg stil bij van bewondering voor de ongelooflijke, sympathieke... En tegelijkertijd geleerde wijze waarop ze naar dit
dit drama zijn, of althans de resultaten van dit drama zijn gaan kijken. Ja, ze zijn nog bij de bloemist geweest, maar ze hadden het beloofd, hè? Ze hadden gezegd, we komen nog een keer terug. En het is ongelooflijk. Ja. Maar goed, je moet natuurlijk... I'll be back. Je moet natuurlijk wel een beetje sympathie bij de bevolking moet je kweken. Zonder meer, zeker natuurlijk gezien het feit dat hun goedkeuringscijfers, die logen er niet om, die waren hartstikke slecht. I'll be back. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.